Dankjewel, Anwar, voor een prachtige inleiding. Ik voel me helemaal vereerd. En wat knap, ik denk, Anwar en ik gaan allebei een beetje stuntelen met de persoonlijke voornaamwoorden. Het is wennen. Ook omdat in het Engels is het dan they and them, in het Nederlands is het hun en hen. En dan weet je ineens niet meer of je de meervoud of enkelvoud moet gebruiken. En het is ook zo fijn dat Butler zelf zegt, ja, ze is natuurlijk anti-essentialistisch. Dus ze zal zelf altijd zeggen, ja, ik ga je daar niet op vastpinnen. Dat is heel prettig. Ook niet op non-binariteit. Dus het is, je mag de voornaamwoorden zij en hen hun gebruiken. Dus dat is heel prettig, ja. Jeetje, toen ik zag dat de Spuifheid 20 een serie grote denkers over ging nemen van de ISSR, hè, want daar was het een collegereeks voor de research masterstudenten. En het deed natuurlijk ook denken aan de grote denkerreeks van de Bali. Die hadden ook een hele mooie grote denkerreeks. En ik zag dat, ik denk, het mag niet vloeken. Ik vloekte in mezelf en dacht, daar wil ik aan meedoen. Want ik wil eindelijk gewoon een keer een hele avond echt alleen over het werk van Judith Butler praten. Want dat is namelijk een filosoof die toch eigenlijk wel eindelijk ook de strepen heeft bewezen. Want toen ik voor het eerst met haar werk in aanraking kwam in 1996, is natuurlijk ongelooflijk veel veranderd in het landschap. Maar haar werk en haar invloed en hoe ze jonge mensen en oude mensen elke keer weer opnieuw inspireert in alle landen, is hetzelfde gebleven. En wat leuk en wat een eer dat ik nu eindelijk eens gewoon over haar werk mag vertellen. Dus dankjewel Spuif25 en dankjewel Anwar voor deze hele mooie inleiding. Nou, Judith Butler, de Amerikaanse filosoof. Geboren 24 februari 1956 in Ohio, Verenigde Staten. Zij is emeritus professor of hoogleraar UC Berkeley Humanities Comparative Literature in Critical Theory. Dus dat betekent dat ze dus aan de faculteit Geesteswetenschappen, afdeling Algemeen Literatuurwetenschappen, programmagroep Kritische Theorie verbonden was. En ik ben onmiddellijk alweer met die persoonlijke voornaamwoorden aan het blunderen. Hun is steeds gefocaliseerder over dat hun zich echt thuis voelt in een non-binaire positie. Niet essentialistisch non-binair. For me, gender is a field of ambivalence, zegt ze in een documentaire gemaakt in 2007. Misschien hebben sommigen van jullie die al gezien. Polly Zaderman, prachtig, gewoon op YouTube, 50 minuten. Ontzettend leuk, wordt ze gevolgd in 2007. Wordt hen gevolgd in 2007. En zij is nu visiting professor at the New School for Social Research in New York. Dezelfde universiteit waar Hannah Arendt heeft gewerkt. Hè? En trouwens, die leerstoel die ze had in Berkeley is dezelfde leerstoel als Michel Foucault had voor hun. En zo zie je maar dat zij in een hele sterke traditie staat van filosofische denkers die denken over ongelijkheid, stratificatie, over gender, over racisme, over klassisme. En zij is, of hun is dus een grote denker voor mij en een grote inspirator voor mij geweest, en ik denk ook dus voor velen, in hun Copernicaanse wending in het denken over genderperformativiteit. En daarmee gaf hun vleugels aan feminisme, genderstudies en queerstudies. En daar wil ik het in de komende 50 minuutjes, hè, ongeveer 45 minuten, over gaan hebben met jullie. In de hoop dat het jullie denken ook weer aanzet tot diepe, complexe dalen en pieken. Hun werk. Het bekendste werk gaat over gender, gender trouble, undoing gender, bodies that matter. Er zijn ook vele losse artikelen verschenen in diverse academische tijdschriften, zoals bijvoorbeeld een van mijn favoriete Contingent Foundations. Het staat ook in Feminist Theories. En hun laatste boek is The Force of Nonviolence. En daartussen zie je dus, kijk, ik heb ze ook allemaal even meegenomen, want ik weet dat sommigen van jullie misschien niet meer weten hoe boeken eruit zien. Maar dit was dus een boek. En dan kun je heel goed zien dat ik dus in 1996 dus dit boek kocht. En er was toen nog geen Wikipedia. Dus je ziet ook dat het helemaal vol... Nee, dat zien jullie niet. Jullie zien het helemaal niet. Ja, helemaal vol gekladderd met aantekeningen en woorden die ik op moest zoeken en niet begreep, et cetera. En dit zijn dus al die boeken
die hen tussendoor schreef. Give an account of oneself schreef hen toen hen de Spinoza leerstoel had hier in Amsterdam, hè, faculteit filosofie, precarious life, on the specific life of power. Heel mooi, Antigone, prachtig. En dan hebben we ook nog met samen met Kaitri Spivak, Who Sings the Nation State, Frames of War en Exile Speech. En er zijn nog veel en veel meer boeken door en geschreven die ik van harte kan aanraden. Maar nu ga ik het alleen even hebben over die boeken en die stukken en die artikelen die gaan over gender. Waarom ik? Nou, wat ik al zei, ik lees het werk van Butler sinds ik door een medestudent erop werd gewezen dat er een lesbische filosoof bestond die een boek had uitgegeven, wat je dus daadwerkelijk kon lezen. En ik was gelijk gegrepen, ik moest dat boek hebben. En ik heb het gelijk besteld. En ja, inderdaad, 3 weken later werd het bezorgd met post. Het ging toen nog zo. En het heeft sindsdien mijn werk geïnspireerd. Om te kijken naar vooral de ervaringen van mensen met een intersex ervaring hier in Nederland. En dus daarom hoop ik dus dat ik mijn ervaring met Butler's werk met jullie kan delen en dat het zin heeft. Meer over wat ik ga doen. Dus ik wil met jullie kijken naar hoe Butler het denken over feminisme inspireerde, hoe ze het denken over gender vernieuwde en hoe ze het denken over queer, als in het falen van de norm. Dus niet jij faalt de norm, maar de norm faalt jou. Verder dacht voor ons. En dat is een beetje de volgorde. En zo gaan we verder. Butler dus. Butler groeit op in Ohio in een Joods gezin wat een aantal bioscopen bezit. En ze vertelt daarover dat dat al eigenlijk een heel interessante manier van opgroeien is, omdat haar ouders en grootouders zich eigenlijk al modelleerden aan Amerikaanse filmsterren. Haar opa had als held Omar Sharif of Clark Gable. Haar moeder leek een beetje op een prachtige Amerikaanse actrice. Wiens naam ik dus nu even ontschoten ben. En zij zegt, ja, eigenlijk al opgroeien in dat gezin waarin migrantenouders proberen Hollywoodsterren te zijn of zich modelleren naar Hollywoodsterren, gaf mij al een zaadje na te denken over hoe dat gender dan werkt. En bovendien, Butler zelf was een beetje, als wat ze vertelt in de documentaire in 2007, een probleemkind. Zij werd bestempeld als probleemkind, want ze wilde niet luisteren. Ze was niet autoriteitsgevoelig. En op haar 11e wordt haar moeder gewaarschuwd dat Butler zal opgroeien tot crimineel. Nou, dat is wat beter ondertussen dat het niet zo is. Maar wat gebeurt er? Op haar 14e krijgt ze als straf dat ze bij een rabbi in de leer moet. En dat wordt haar geluk. Want met die rabbi kan ze nadenken. En haar eerste grote vraag is natuurlijk waarom Spinoza nou eigenlijk verbannen werd uit de synagoge. En dat wil ze. En er zit hier Spinoza-kenner in de zaal die ik al gelijk haar wenkbrauw zie optrekken. En dat is eigenlijk hoe haar filosofisch leven en filosofisch denken begon. Zij gaat verder naar de universiteit en komt in aanraking met het feminisme. En natuurlijk, ze groeit ook op als een queer kind. En ik ben nog steeds inderdaad persoonlijke voornaamwoorden door elkaar aan het groeien. Hun groeit op als queer kind. En in een tijd, in de jaren 70, begin jaren 80 studeert zij en komt in aanraking met het feminisme. Maar dat feminisme doet het niet helemaal voor haar. Het feminisme in haar tijd, in hun tijd, verdorie, doet haar een beetje disidentificeren. Het zoeken naar een gemene deler waaronder alle vrouwen zouden kunnen vallen, roept bij haar het gevoel op van ja, maar dat ben ik toch niet helemaal, die categorie vrouw waar die feministen het over hebben. En daar komt bij dat ze zich natuurlijk ophoudt in een queer scene. En de documentaire Paris is Burning komt uit. En Paris is Burning is ook, trouwens staat hij nog op Netflix. Een prachtige documentaire over de ballrooms in New York, waar de queer community, met name arme, zwarte, homoseksuele mannen samenkomen om het feest te vieren van performance. En dus allerlei wedstrijden met elkaar houden. Wie ziet er uit als de mooiste vrouw? Wie ziet er het beste uit als het meisje next door of de zakenman? En daar gaat de documentaire Paris is Burning over. En die documentaire ziet zij ontzettend vaak.
Want zij is dat boek Gender Trouble aan het schrijven. En als ze elke keer vastzit met schrijven, gaat ze opnieuw weer naar dat filmhuis om die documentaire te zien. Nou, de rest is history. Ik denk dat veel van jullie Gender Trouble in handen hebben gehad. Of enkele hoofdstukken daar al uit hebben gelezen. Of het is ondertussen zo'n beroemd boek geworden dat we allemaal wel ongeveer weten waar het over gaat. Maar eigenlijk is Gender Trouble Butler's antwoord op het feminisme. Of een poging zichzelf thuis te gaan voelen in dat feminisme. En feminisme natuurlijk als een gedachtegoed waarin wordt nagedacht over het patriarchaat, over seksisme, over genderongelijkheid, over geweld tegen vrouwen, maar ook homofobie, transfobie, etc. En zo opent zij dat boek. Dit is hun allereerste zin. Contemporary feminist debates over the meanings of gender lead time and again to certain sense of trouble, as if the interdeterminacy of gender might eventually cumulate in the failure of feminism. Nou, dus alsof het niet vast kunnen stellen wat nou precies de categorie vrouw inhoudt, of dat dus dan gelijk het hele feminisme faalt. Dat is die eerste zin, want dat is het spanningsveld waarin zij leeft. Feministen zijn op zoek naar een categorie die alle vrouwen herenigt, maar tegelijkertijd moet het ook inclusief zijn voor bijvoorbeeld transvrouwen of lesbiennes of filosofen zoals Butler. Zij zegt daarover, the rebellion and its reprimand seemed to be caught up in the same terms, a phenomenon that gave rise to my first critical insight in the subtle ruse of power. The prevailing law threatened one with trouble, even put one in trouble, all to keep one out of trouble. And that is gender trouble. Dus je wordt gedreigd met sancties als je je gender niet goed doet. Dus je komt in de problemen als je problemen maakt. Dus je hebt nu problemen, et cetera. En dit was voor haar, voor hun dus een inspirator, verder te denken over die trouble. En zegt daarover, if a stable notion of gender no longer proves to be the foundational premise of feminist politics, perhaps a new sort of feminist politics is now desirable to contest the very reifications of gender and identity. En dit is dus wat ze gaat doen. Ze wil dat gender herdenken om zo een meer inclusief strijd tegen genderongelijkheid aan te kunnen gaan. Nou, in welk landschap schreef Butler dat boek? Waar komt die term gender vandaan? En hoe werd die term ingezet door het feminisme van Butler's tijd? Nou, hier zie je al een leuk plaatje van de anatomie. Hè? Dus je weet al dat de mannen- en vrouwenlichamen, hoe die werden onderscheiden, was meestal een medische aangelegenheid. Het waren de medici die konden aanwijzen of je man of een vrouw was. En eerst was het vooral door te kijken naar de buitenkant, de geslachtsdelen. Ze konden die ook met een mesje opensnijden, dan konden ze de binnenkant zien. Maar niet veel later, in 1950, kunnen ook chromosomen worden waargenomen in de menselijke cel. En dan worden die chromosomen geteld. En dan schijnt dus dat mannen één chromosoom precies anders hebben dan vrouwen. Dus 46 chromosomen in totaal, 45 precies hetzelfde, één verschilt. En ja hoor, dit is het bewijs dat mannen en vrouwen elkaars oppositie zijn. Nou, dat heet dus biologisch determinisme. En dit was eigenlijk voor bijvoorbeeld conventioneel denken, zoals je kon zien in de regering van Trump, het idee over hoe mannen en vrouwen in elkaar zitten. Gender is een frivole term die we niet nodig hebben. Het gaat allemaal over geslacht. En een man is precies dat wat een vrouw niet is. Dus als een man strength heeft, heeft een vrouw weakness. En ga zo maar door. En mannen en vrouwen worden uitgelegd als elkaars tegenovergestelde, ook al verschillen ze maar één chromosoom van de 46. Biologisch determinisme dus. Maar in 1955, eigenlijk al een jaar voordat Butler geboren wordt, is de term gender gemunt door de Nieuw-Zeelandse psycholoog John Money. En John Money werkte als psycholoog, hij kwam uit Nieuw-Zeeland, maar hij werkte in Amerika aan de Johns Hopkins. Dat is een ongelooflijk belangrijke universiteit voor medische wetenschappen. Hè? Dus daar, als je iets wil weten over de coronacijfers, dan ga je ook naar de site van Johns Hopkins. En hij werkte daar en hij muntte de term gender omdat hij werkte met die mensen die cross-identificeerden. Dus bij een geboorte waren ze aangewezen als meisje, maar door hun leven heen begonnen ze zich steeds meer als jongen te identificeren. En dat kennen wij nu onder de term transgender.
En hij werkte met kinderen wat hij toen noemde hermafrodiet. En daar promoveerde hij ook op. En dat kennen we nu als mensen met een intersekse ervaring. En om aan te geven dat het geslacht niet altijd helemaal overeenkwam met de identiteit, muntte hij de term gender. Dus gender was genderidentificatie of genderrolgedrag. En dat was dus kon verschillen van hoe je lichaam eruit zag. En dat ging zelfs nog verder in de ogen van John Money. Hij dacht zelfs dat gendercultuur is zo belangrijk voor hoe je je man of vrouw voelt, dat het eigenlijk alleen maar twee genders bestaan. De heteroseksuele man en de heteroseksuele vrouw. En hij noemde dat de Pygmalion-theorie. En dat is genoemd naar die Grieks verhaal waarin Pygmalion zulke mooie beelden kon houden dat die tot leven kwamen. Dat was een theorie. Maar die theorie gaf dus aan dat je inderdaad kon verschillen. En dit motiveerde dus ook de medische begin van de medische zorg voor mensen met een cross-gender identificatie. Dus wat wij nu als transgender kennen. Maar let wel, die cross-gender identificatie bestond alleen in een oppositioneel model van hetero man en hetero vrouw. Dus als je na je transitie of na de medische hulp niet heteroseksueel zou worden, dan werd je niet geholpen. Dus Caitlyn Jenner, de telg uit de Kardashian family, hè, zij leeft nu als vrouw. Zij zou in de mannelijke tijd niet geholpen worden omdat zij na haar transitie op vrouwen zou vallen. En dan krijg je een vrouw die op vrouwen valt en dat klopte niet. Iedereen moest heteroseksueel zijn. Dus die kinderen die geboren werden met een intersekse variatie waardoor hun lichaam niet helemaal kon aangeven of ze later jongetje of meisje zouden worden, daarvan moest een gender gekozen worden en alles moest op die gender worden aangepast. Het was een theorie. Maar die theorie werd bewezen toen in 1965 de tweeling Brian en Brandon Reimer werden geboren. En wat gebeurde er? In Amerika is het standaard om kinderen of jongetjes te besnijden. Hè? Dat heet medisch en cosmetische redenen. Je vader is het dus jij wil ook en iedereen is het. En dat ging helaas bij Brian mis. Het elektrisch apparaatje of soldeerapparaatje waarmee dat die besnijdenis gebeurde in het ziekenhuis was stuk. En het babytje raakte zijn geslachtsdeel in zijn geheel kwijt. Hier zijn veel documentaires over ook die je kunt zien. Hoe dit verhaal afloopt zal ik ook aan jullie vertellen. Maar nu is het even belangrijk om te weten dat de ouders van dit jongetje wat nu dus geen piemeltje meer had, Money op televisie zagen. Money was zeer mediageniek en hij kon goed praten. Hij had de in die tijd zeer populaire turtleneck, zoals je hier op de foto's ziet. En ze schreven hem een brief. Wat moeten we nou met ons zoontje? En Money was natuurlijk ontzettend blij, want hij had hier te doen met een één-eigen tweeling. En dat betekende dat als hij een van de kindjes zou opvoeden als meisje, onmiddellijk een controlegroep had in het een eigen tweelingbroertje. Dus wat gebeurt er? Hier zie je een foto. Brian werd Brenda. Sorry jongens, dit gaat over een eigen tweelingen. Ik ben even in de war of het nou Brandon was of Brian. Maar ik heb een heel goed excuus om in de war te zijn over een eigen tweeling. Want ik ben zelf een eigen tweeling. En dat is ook mijn keurnis. Hè? Ik voldoen niet aan de norm van individualisme. En er is altijd nog één van mij. En je zult allemaal in de war raken daarover. Je zult allemaal een keer denken, waarom zeggen ze me geen gedag? En dan ben ik het niet. Ik ben dus even in de war daarover. Maar een van die twee jongens, die bord is Brenda. En daarvan zie je de foto hier op de PowerPoint. En de bedoeling is, Molly zegt tegen die ouders, je mag nooit aan je kind vertellen wat er is gebeurd. Je moet hem echt opvoeden als meisje, heteroseksueel meisje. En daartoe werd ze ook, de testes werden weggehaald, dus ze werd gecastreerd. En in de puberteit werd een vagina-reconstructie gepland. Want dit jongetje zonder piemel was nu natuurlijk een meisje zonder vagina. En in de heteroseksuele wereld klopt dat ook niet. Want een meisje moet natuurlijk wel een rol hebben in die heteroseksuele coïtale imperatief. Dat is een duur woord voor geslachtsverkeer, penetratief. Dus penis in vagina. Dit verhaal schrijft Money op in 1972, publiceert hij dat en het wordt wereldwijd nieuws. En dit verhaal wordt gebruikt als bewijs dat zijn theorie klopt en dat inderdaad alle kindjes met een intersekse
lichaam geopereerd moeten worden. En daar komt dus die term gender vandaan. Van een zeer vreemde, omstreden theorie. Dus er zijn maar twee genders mogelijk. Ze zijn oppositioneel, heteroseksueel. En het werd een groot succes. En dus tegenwoordig ook nog steeds gebruikt voor kindjes met ablatio penis. Dat is de medische term voor als je je piemel kwijtraakt. Kinderen met intersexvariaties. En natuurlijk ook voor transseksualiteit. Nou, in de jaren 70 nemen... Oh ja, mag ik dat nog heel even terug? Je kunt hier dus naar verwijzen als cultureel determinisme. Als anders dan biologisch determinisme. En het feminisme... En in de jaren 70 gebruikt die term gender. En dit kun je zien als biologisch essentialisme. Butler verwijst hier zelf ook naar als essentialistisch idee van gender. Er zijn twee geslachten en er zijn twee genders die daaraan opgehangen kunnen worden. Als een soort jas. Dus het geslacht of de sekse is de kapstok en de jas hang je daaraan op. En deze metafoor komt van Linda Nicholson. In de jaren 1970 mobiliseerden feministen de term gender als culturele oppositie met de biologische geslacht seksen. Dus inderdaad, gender was cultureel en seksen was biologisch. En op zoek naar een gemene deler voor alle vrouwen om seksisme aan de kaak te stellen. Maar hier komt de kritiek van meerdere feministen en zo ook van Butler. The notion of women as a stable unified identity solidifies sexism rather than interrogation of sexism, binaries en hegemonies. Dus juist het vaststellen van geslacht, dat onveranderlijk zou zijn en dat er maar twee verschillende genders zou zijn. En dat genders wel een klein beetje kunnen veranderen. Vrouwen mogen eventueel wel stemmen zelf of zelf een bankrekening openen of zelf beslissen of ze die ene operatie willen of niet, et cetera. Maar de gemene delen tussen vrouwen blijft dat zij kinderen baren. En daarmee, dit voorbeeld geeft Butler zelf... Die vrouwen die of geen kinderen kunnen baren, of geen kinderen willen baren, of nog niet, of niet meer, uitsluiten van dat feministisch project. Butler is daar zeker niet in alleen. Lees ook Denise Riley, Am I That Name, Bell Hooks, Audre Lorde. Allemaal hadden een hele solide en terechte kritiek op dat jaren 70 feminisme als te wit, middelklas, heteroseksueel... En uitsluitend van heel veel soorten vrouwen die niet aan dat middenklasse hoogopgeleide feminist ideaal konden voldoen. Dus wat zet zij daar tegenover? Oh nou, laten we even een voorbeeld geven van hoe dat eigenlijk nog steeds, dit idee hè, is nog steeds het meest populaire idee om na te denken over gender en geslacht. Dus het essentialistisch idee. Camille Paglia bijvoorbeeld. I've never been weak with men, that's why I don't need to blame men. Only weak women have to blame men. For everything. It lijkt Trump wel. Nee, het is de beroemde feminist Camille Paglia met haar eigen Wikipedia-pagina. Amerikaans feminist, academic en social critic at the universiteit. Dus is gewoon hoogleraar gender studies. En zij zegt ook bijvoorbeeld, it's a woman's destiny to rule men. Not to serve them, flatter them or hang on them for guidance. No, rule them. Dus dit is een soort van feminisme, een soort omgekeerd feministe. Vrouwen zijn niet... onderdrukt. Nee, ze zijn de baas. Nou, en daarmee blijft die oppositie tussen mannen en vrouwen geheel intact. Nou, het subject van feminisme wordt gefixeerd als wit, hetero, middelklas en ondersteunt zo de patriarchale machtsrelaties zoals genderopposities, de seksuele dubbele standaard, vrouwen moeten seksueel aantrekkelijk zijn, mannen moeten alleen seksueel actief zijn, heteronormativiteit, homofobie, transfobie en intersexfobie. En dan zegt Paglia inderdaad, my problem is that I do not get along with lesbians at all. I don't like them and they don't like me. Ze zegt het andersom, maar sorry. Interessant. En dit is ook een vorm van feminisme. En dat is alleen niet een vorm van feminisme waar Butler graag mee werkt. En wat zet zij daar dus tegenover? What will and will not constitute as intelligible life and how do presumptions about normative gender and sexuality determine in advance what will qualify as the human and the livable? En dit is haar allerbelangrijkste vraag. En het staat in Gender Trouble. En de laatste interview met hun kun je zien op YouTube. Hè. Eigenlijk corona heeft ons een cadeau gegeven. En dat is ontzettend veel Zoom-interviews met Judith Butler. Echt geweldig. Echt over de hele wereld wordt ze geïnterviewd door studenten, door collega's. En legt ze haar werk ook weer heerlijk helder en zeer... begrijpelijk uit. Dus als je dat leuk vindt, zoek het op YouTube ook.
En daarin herhaalt ze ook steeds weer dat what qualifies as human, what qualifies as a livable. Dus om het te vertalen, wat is en is niet of wordt niet herkend als een leefbaar leven. Als een leven, en dit is dus, and how do presumptions about normative gender and sexuality determine in advance what will qualify as human and livable. Nou, een lichaam met intersexe of een homoseksueel verlangen werd in haar tijd niet als livable gekwalificeerd. Dat was namelijk nog tot 1972 over de hele westerse wereld een ziekte en werd dus ook zodoende genezen met elektroshocktherapie, chemische castratie, gewone castratie, lobotomie, dat stukje weghalen uit je hersenen. En dat betekent dus, het leven van iemand die homoseksueel was, werd niet als leefbaar gezien en daarom als geneesbaar. En dit geldt nog steeds met mensen met een intersekservaring, wiens lichamen worden gezien als niet helemaal man of vrouw en daarom niet leefbaar. En dit is een heel belangrijke basis van al haar werk, van al die boeken die ze heeft geschreven. Ook Frames of War, het laatste boek, Nonviolence. What qualifies as human? What qualifies as livable? En welke presumptions en welke theoretische hoogstandjes worden gebruikt om sommige mensen van dat leefbare uit te sluiten? En natuurlijk moet je hierbij denken ook over migratiestromen en de vluchtelingen uit Irak, Iran en Afghanistan, die nu in boten, er is laatst weer een boot met 400 mensen uit Afghanistan toegelaten in Griekenland, maar die heeft 4 maanden tussen Griekenland en Turkije gedobberd, omdat ze dus kennelijk niet als niet human genoeg voor Europa materialiseren. En dat is nog steeds een heel belangrijk onderdeel van haar werk. Maar ik ga die even overstaan, had ik besloten al. Dus zij vraagt zich af, en daarom kun je naar haar denken verwijzen als cultureel constructivisme, cultural constructivism, by what means are subjects constructed and how do those constructions work or fail? Gender opposites are regulated through cultural sanctions such as gossip, disciplining, exclusion and violence. Dus het is niet zomaar dat je wordt geboren als vrouw en precies weet hoe je je moet gedragen en dat er een soort biologische essentie ligt aan vrouwelijkheid of mannelijkheid. Maar het wordt gereguleerd middels sociale sancties. Dus roddels. Toen ik op de middelbare school zat en waren er roddels dat sommige meisjes lesbisch waren. Oh mijn god, nou, dat keek je wel beter uit voordat je daar zelf ook over ging praten. Dat gaat ook, dat is nu gelukkig niet meer zo. Maar je hebt nog steeds die metafoor, die vreselijk ongelukkige metafoor van de kast. Kom je eruit? Blijf je erin? Ga je weer terug? En hoe doe je dat? Dus het wordt nog steeds gereguleerd middels allerlei talige, maar ook sancties van de overheid. Bijvoorbeeld, komt lesbiciteit voor bij sekseducatie wel of niet? Komt het voor in films? Hebben lesbiennes in films een verhaal wat niet eindigt in de dood, maar gewoon in een leuk en gelukkig leven, et cetera? Nou, volgende. Ik ga het lekker. Dank jullie wel. Ik zie jullie luisteren. Ik hoop dat jullie het nog kunnen volgen en dat ik niet te veel aan het praten ben. Heerlijk. Het is lang geleden dat ik zo heerlijk luister door die corona, door die lockdown. Het is echt heel lang geleden dat ik weer voor mensen heb kunnen spreken. En ik vind het heel gezellig. Nou, dus wat zij dus zegt, die gender die wordt niet zomaar alleen maar aangeboren, ook al kun je een ongelooflijk diep gevoel hebben van een genderidentificatie. Het is de heteroseksuele matrix die ervoor zorgt dat we het idee krijgen dat er 2 oppositionele genders zijn. De heteroseksuele man en de heteroseksuele vrouw en hun functie in die reproductie of in de voortplanting, etc. Dus sex and gender is not simple a fact or a static condition of a body, but a process whereby regulatory norms materialize. Dus die heteroseksuele matrix materialiseert in onze lichaam als man of als vrouw. En dat zie je heel helder bij lichamen die niet voldoen aan die mannelijkheid of vrouwelijkheid. Bijvoorbeeld het idee, wie durft er in de trein met ongeschoren benen naar Zandvoort? Ik durf wel, maar het is niet leuk, want je wordt, er wordt naar je gekeken en gewezen en je wordt verteld dat je toch wel eens je benen moet gaan scheren. Dus het materialiseert in al dat soort kleine handelingen. And achieve this materialization through a forcible reiteration of those norms. Dus we zijn niet helemaal vrij in
onze gedragen of het jam met de kies die we willen. We worden wel degelijk gereguleerd middels zeer negatieve en vaak ook gewelddadige sancties. En we weten ook hier in Nederland zeer recente gewelddadige aanvallen op mensen die gender niet gendernormatief waren. Hè? Dus een jong kindje wordt op straat gevraagd, ben je jong of een meisje? En het kindje weigert te antwoorden en wordt in elkaar geslagen. Dit was... Oh, nou. Sorry. En nog meer, veel meer voorbeelden ook van gay bashing en het shamen en van mensen die niet heteroseksueel zijn of zich helemaal als man of vrouw identificeren. Dus, zegt Butler daarover, the question is no longer how is gender constructed as and through a certain interpretation of sex. En dit is een heel belangrijk punt in haar werk, jongens. Of hun werk, jongens. En echt, excuus, hè. Ik mag blunderen hiermee. Dus het is dus niet, the question is no longer how is gender constituted as through a certain interpretation of sex. Dus die codewerk, seks is er, dat is de kapstok. En dan mag je een jasje aanhangen. Ze zegt, nee, zo werkt het niet. Het is precies andersom. Het is... through what regulatory norms is sex itself materialized. Dus het is het idee van twee oppositionele heteroseksuele genders, dat we het idee krijgen van twee oppositionele heteroseksuele geslachten. Dus het is juist de culturele sancties op homofobie, op transfobie, op intersexfobie, maakt dat we het idee krijgen dat er maar twee echte geslachten zijn. En dat is die Copernicaanse wending. Dus niet de zon draait om de aarde. Nee, de aarde draait om de zon. Dus niet geslacht informeert die twee genders. Het zijn het idee van twee heteroseksuele genders. Die informeren dat er ook maar twee geslachten zijn. En nu kunnen we naar bed. Want dit wel daar. Ik heb nog veel meer. Maar dit is het belangrijkste punt. En dit is haar bijdrage dus aan dat feministisch denken. En dit is ook de wending naar queer studies, de wending anders, radicaal anders te gaan denken over genderopposities, over mannelijkheid, over vrouwelijkheid, over heteroseksualiteit, over homoseksualiteit, biseksualiteit, any kind of seksualiteit, etc. Dus, not sex informs gender, it's the other way around. Gender trouble is doing gender and it is an endless becoming. Gender norms make us and restrict us. Dus het is niet, ze zegt wel steeds in interviews, hè, mijn boek Gender Trouble heeft eigenlijk het licht gegeven aan twee ideeën, namelijk dat gender vrij is en dat iedereen lekker queer rond kan huppelen en lekker zelf kan kiezen wat ze willen doen. Nou, dat is ook op een zekere hoogte zo, maar het andere idee, gender performativiteit, gaat over dat gender juist cultureel gereguleerd wordt en met vrij gewelddadig ook, en maar juist in die regulering ook dingen niet helemaal lukken, falen. Dat mensen begrijpen dingen misschien niet helemaal goed. En daardoor gebeuren er allerlei nieuwe betekenissen. Ik geef altijd het voorbeeld van toen ik 9 was, was ik heel erg princess identified. Ik had heel goed gepast in RuPaul's Drag Race. En ik kreeg 50 cent van mijn moeder om iets te kopen in de speelgoedwinkel. Er waren toen nog geen guldentijd, dus kon je nog iets kopen voor 50 cent. En ik wilde zo graag sieraden, maar dat was helemaal niet in de speelgoedwinkel. En toen vond ik op een gegeven moment een bakje met glanzende zilveren dingetjes. En een van die dingetjes was een ster. Ik denk, ja, een broche. Dus ik heb toen voor 50 cent die broche gekocht. En ik ging de volgende dag daar heel trots mee naar school. Tot een jongetje tegen mij zei, hey, waarom draag jij een sheriff ster? Ik had helemaal niet door dat ik een sheriffster van een cowboy of een sheriff droeg. Dat bedoel ik met falen, dingen die niet helemaal goed gaan. Dus dat is dus gender norms make us and restrict us. Dus dit is even ingewikkeld. En ik kan je deze slide toesturen, want ik ga hier heel kort bij stilstaan. Dus die performativiteit is dus niet te verwarren met performance, dat je gender opvoert, zoals sommige gender trouble hebben uitgelegd. En Butler zegt daar ook over, ja, ik zou het boek zelf sowieso nooit meer schrijven zoals het nu gepubliceerd is 30 jaar later. En jullie mogen ermee doen wat jullie willen, maar ik zelf sta niet helemaal achter dat idee als gender als performance, wel gender als performatief. En dat betekent dus dat gender is niet gefixeerd, maar is een proces van worden. Gender wordt geïnterpoleerd. Dus als je het fout doet,
word je erop gewezen. Hé, hey, jij. Dit heeft ze van Louis Althusser. Hé, hey, jij. Bijvoorbeeld, ik kan nu niet bewegen. Maar als ik jullie bijvoorbeeld vraag, wie hier is heteroseksueel? Voel je het? Voel je dat je wel of niet je hand op moet steken? Dat is interpellatie. Op het moment dat je voor jezelf moet gaan beslissen bij welke categorie je hoort. Dat is het ook met gender te maken. Wie hier is vrouw? Wie hier is man? Etcetera. Gender en citationality betekent dus we citeren. En dit komt misschien dus uit haar gezin ook. Hè? En uit Paris is Burning en de drag scene is dat je kunt... mensen die je hebt bewonderd nadoen. Dus als je een groot bewonderaar bent van Marlene Dietrich, zou je willen kleden en bewegen zoals Marlene Dietrich. Dat was trouwens een filmster uit. Voor degene die dat niet... Het is heel oud. Nou ja, en gender en discontinuïteit. Dus in die gender citationality, interpolation en performativity gaan dingen mis. En mensen kunnen niet altijd voldoen aan die norm. Er zijn nu eenmaal mensen die zich echt anders identificeren dan dat ze door hun ouders in het geboorteregister zijn ingeschreven, et cetera. En ja, ik ben zelf een groot fan van RuPaul's Drag Race. En RuPaul's Drag Race is natuurlijk ook gebaseerd op Paris is Burning. Hè? En ja, dat zien we trouwens sowieso. Want de contestants van RuPaul's Drag Race zijn natuurlijk ook weer fan van Judith Butler. Dus om het even weer terug te zetten in de tijd. En Amar, hoe lang heb ik nog? Ja, nog. Ik kan aan je lippen, dus voor mij mag het nog even. Maar... Oh ja, want ik dacht ik had tot tien voor negen? Ja, zoiets. Ja, maar ik bedoel, als het 5 minuten dan weer duurt. Ja, dat gaat lukken hoor, 10 minuten. Ja, nee, dat gaat lukken. Dus, en anders, ik wil ook niet jullie helemaal braindead maken. Maar, dus om het terug te zetten in de tijd, wat is dus eigenlijk gebeurd? De grote denker Simone de Beauvoir, sorry dat ik haar naam niet hier heb opgeschreven. Wat zijn er trouwens ontzettend veel leuke foto's van Simone de Beauvoir. Ik heb deze nu gekozen omdat ik dat pakje zo leuk vind. Haar beroemdste uitspraak van dat prachtige boek, De Tweede Sekse, One is not born, but rather becomes a woman, ook een grote inspirator voor Butler's eigen werken, is eigenlijk, haar reactie daarop is, if we knew what we would become, we are finished, we would be dead, we would be over and done. Dus zij zegt wel, dat becoming, dat klopt, maar wat dan die woman is, wat we worden, ja, dat weet ik niet. En dit is hoe zij de Beauvoir's werk verder denkt. Of dat feminisme uit haar tijd verder denkt en trok naar onze tijd. En dit is waarom haar werk nu vandaag nog bij veel jonge mensen aanspreekt. Omdat het denken openbreekt over mannelijkheid, over vrouwelijkheid, over hoe we met elkaar omgaan, over verlangen, over wat Butler zegt ooit in een interview met een Nederlandse journalist in het Nederlands Philosophie Magazine. Ik ben een lesbienne, maar dat zegt nog niet dat je ook maar iets meer over mij weet. En dat openbreken van categorieën, dat doet ze zo knap en zo prachtig. Ja, ik zou echt... Waar is gender trouble? Waar heb ik het gelaten? Nou, zeg. Hier, nou, kijk, ook What Is That Matter en Undoing Gender. Het zijn zulke mooie essays. En weet je dat ook, wat ik heel leuk vind aan haar werk, ze heeft zo'n goed gevoel voor humor. Het is, er is een mythe dat hen moeilijk schrijft. Dat het niet leesbaar zou zijn. Ja, ik vind dat zo'n nonsens. Die mythe is er toch niet over Derrida of over Lyotard of over Foucault. Noem één filosoof die niet heel moeilijk schrijft. Het gaat over een hele nieuwe manier van denken. En dat kost het tijd en talige gymnastiek om daar te komen. En als student, wel van welke leeftijd dan ook, wel of niet aan de universiteit verbonden, is het de taak om daar toegang toe te krijgen, om dat te bestuderen. Dus filosofen lees je niet, die bestudeer je. En dat kost heel veel tijd, soms. En ik heb ook, Wikipedia bestond nog niet, hoor, toen ik deze dingen las. Dus ik moest alles met een fysiek woordenboek en een filosofisch woordenboek doorploeteren. Maar ja, ik werd daar heel gelukkig van. Nou ja, dus Butler zegt, identity functions as an accumulated effect of socialization that have become naturalized over time. In die documentaire ook weer bij Polly Zijderman.
ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, hè, van de documentairemaker. Maar zien jullie een beetje dus het verschil en de voortzetting van het prachtige denken van Simone de Beauvoir in het werk van Butler? Nou, genderperformiteit gaat dus over die struggle en de complexity. Dus wat zij eigenlijk wil is dat we die categorieën nooit versimplificeren. Altijd complex laten. Maar ook het denken niet simplificeren en complex laten. Het is niet simpel, oh gender is dit en dan is seks dat, et cetera. Of nu we weten dat gender seks informeert. Misschien moeten we ook helemaal niet meer gender en seks van elkaar onderscheiden. Want geslacht is dus net zo'n talig construct als gender eigenlijk is. En, maar dan toch, zegt zij ook, en dat is, blijft heel belangrijk, is dat sommige mensen die heteroseksuele verlangen zeker wel hebben. En er zijn ook, en ook al zijn ze in een lichaam geboren, wat dat niet duidelijk gelijk aan zou geven. Dus dat verlangen wil Butler zeker ook niet afnemen. Ze wil alleen het essentialistische van die categorieën openbreken. Dus hij zegt erover, how does that materialization of the norm in bodily formation produce a domain of the objected bodies, a field of deformation, which is failing to qualify as the fully humane? Fortifies those regulatory norms. What challenge does that excluded and objected realm produce to the symbolic hegemony that might force a radical rearticulation of what qualifies as bodies that matter, ways of living that count as life, and lives worth protecting, life worth saving, lives worth grieving. En dit schrijft zij in Bodies That Matter. Het is de laatste zin op pagina 16 van van hun inleiding. En ook weer een van mijn favoriete citaten trouwens. En iets wat ze de rest van het werk ook altijd opnieuw is blijven gebruiken. Dus what counts as a life worth saving? A life worth grieving? En dit gaat natuurlijk ook over geweld tegen transgenders. Geweld tegen homo's, geweld tegen lesbiennes, maar ook het reguleren van mensen met een intersekservaring. Wiens rechten zijn namelijk bijvoorbeeld vrouwenrechten? Voor wie komen vrouwenrechten tot leven? Nou, hier is een ervaring van mijn grote held, een goede vriendin. Ik ben ontzettend trots dat ik haar vriendin mag noemen, Mirjam van der Haven, directeur van de N, Nederlands Netwerk Intersexen. En zij is een mensenrechtenverdediger en reist zo als mensenrechtenverdediger voor mensen met intersexen de hele wereld over. En toen de Nederlandse Vrouwenraad, die erop toeziet dat Nederland haar verplichtingen uit het VN-vrouwenverdrag nakomt, door gezamenlijke lobbyactiviteiten, acties en door het schrijven van de schadereportage voor de Verenigde Naties, haar vertelde dat de input van de Nederlandse intersexorganisatie niet nodig was voor het vrouwenverdrag. Want, en dit was de vraag, waarom intersex people aan de orde stellen bij het VN-vrouwenverdrag? Dat over vrouwenrechten gaat. Of anders gezegd, mensenrechten van vrouwen. Dus daarmee totaal ontkennend dat mensen met een intersexervaring zich ook als vrouw kunnen ervaren. Ontkennend dat juist heel veel mensen met een intersexlichaam als vrouw worden aangewezen bij de geboorte. En daartoe dus ook de correctieve operaties krijgen, waaronder clitorectomie. En Mirjam van der Haven strijdt nu dus met de INID en al haar collega's samen juist tegen die vormen van clitorectomie. Maar dat is kennelijk, ben je daar dan niet vrouw genoeg voor. En dat blijft dus, daar blijft Butler's werk zo belangrijk. Ik hoop dat je ook merkt dat mijn stem wel overslaat als ik dit vertel. Want het is niet zozeer een kwade opzet. Maar in dat vaststellen wat die categorie vrouwen is en in een te gefixeerde opvatting van vrouwen, komt er ook een te gefixeerde opvatting van wat vrouwen niet zijn. Een te gefixeerde opvatting over mannen en een te gefixeerde opvatting over het object, hè, over alles wat buiten die heteroseksuele matrix valt. Dus dit is hoe Butler queer studies inspireerde. Juist hun stem gaf een stem aan iedereen die buiten die heteronormatieve tweedeling viel. En daarover zegt hun ook in Bodies That Matter weer, the task will be to consider this threat and disruption, dus iedereen die niet past, not as a permanent contestation of social norms, condemned to the path of perpetual failure, but rather as a critical resource in the struggle to re-articulate the very terms of symbolic legitimacy and intelligibility. En ja, ik word zo blij van dit citaat, maar ik ga het even voor jullie vertalen. Dus de taak
is dus om dat wat dus die heteroseksuele matrix disrupts, hè, of bedreigt, niet te zien als een permanente gevecht of struggle van sociale normen en niet als opgeschreven voor een eeuwig pathos, betekent dus dat je medelijden mee moet hebben. Hè? Dus van, al die zielige mensen, laten we die er ook maar dan bij nemen. Dus we hebben mannen, vrouwen en we hebben zo'n derde categorie. Nee, ze wil die categorie juist openbreken. En dus we moeten niet kijken naar queer als zo'n een term wat alles dan dus ernaast, maar juist wat interrupts. Dus een critical resource is een kritische bron voor de struggle, voor het gevecht, om juist die symbolische legitimiteit en begrijpbaarheid van levens te rearticuleren, te herformuleren. En ja, dit blijft mijn allerfavoriete citaat. En ik denk ook dat als ik dan, als iemand tegen mij had gezegd, je krijgt maar 2 minuten, dat is het ook dit citaat. Dit, ik hoop ook echt dat, ik eindig hier dus ook mee, want ik hoop ook echt dat jullie dit op zullen schrijven in je aantekeningenboek. Nee hoor, je kunt gewoon teruglezen. Body Stat Matter, pagina 3. Ah. En nu? Waar zijn we dan nu? We zijn nu in een veel ingewikkelder, ook eigenlijk complexer en misschien wel veel leuker landschap dan toen Butler, Gender Trouble en Body Stat Matter schreef. We hebben nu te maken met postfeminisme, we hebben te maken met de mediatization. Hè? Dus alles gebeurt op Instagram, TikTok en Twitter is al uit. Facebook heet nu Meta, dat telt allemaal niet eens meer, et cetera. Er is woke capitalism, er is TERFs, feministen die openlijk feminist zijn, maar ook openlijk transgender vrouwen afvallen. Zoals, we gaan het niet eens noemen. Ik heb het allemaal opgeschreven voor jullie hoor. Kijk hier, trouwens hier. Dit is het landschap, queer landschap van Nederland. Hier heb je Valentijn van der Horst. We hebben Trans United. Brand Berghauer, voorzitter van TN in Nederland. We hebben de Transketeers. Raven van Dorst, Annelies Tukker, ook een intersexe mensenrechten behartiger. Gabi Odiel. En hier zie je Mirjam van der Haven. In mijn favoriete foto's. Onderin zie je Mirjam van der Haven praten met onze koning. Nou, hoe vind je dat voor institutionalisering van rechten van mensen met intersekservaringen? Ik vind Nederland dan zo leuk dat ze de koning naar het COC sturen en daar alle organisaties neerzetten. Dus de koning kan het wel. Waarom kan de VN Vrouwenrechtenraad niet? Nou, het rest is dus, dit is internationaal. Dit gaan we even niet doen. Dit gaan we even met Amar bespreken. Goed? Ja, zo. Nou, dit was mijn bijdrage, in ieder geval voor jullie vanavond. Heel erg bedankt. Thank you.